Yeah, you better. Yeah, you better. Yeah, you better. Oké, guys. Season 2 is officially hier. Ik ben Michelle en ik zit hier samen met Millie en Zoe in de zetels. En Mandy achter de schermen. Isa is deze keer ook achter de schermen. We gaan een rotatiesysteem doen, zodat we met iets minder hier zitten. Voor onze allereerste aflevering hebben we een gast die, mogen we zeggen, enorm spraakmakend is. Ze heeft haar naam gemaakt met onder andere Temptation Island en X on the Beach. Niemand minder dan Jasmin Piraars bij ons in de zetel. Hallo en welkom bij Secret Society. Dus voor degenen die er het eerste seizoen al bij waren, jullie weten waarmee wij de afleveringen starten. Voor degenen die er nog niet waren en nieuw zijn, we hebben altijd dilemma's voor de gast klaar. Dus Maddie, get ready. Ja, Jasmin. Eerste dilemma. Temptation Island met Messi of X on the Beach met Martin? Oh. Oh, die is moeilijk. Doe dan maar Temptation Island met Messi. Oké. Okay. Ja. Tweede dilemma. Esme of Sharon? Geen van beide. Fair enough. Lip fillers of borstvergroting? Borstvergroting. Eén tattoo kan nooit weg. Slang op uw hand of draak in uw nek? Draak in mijn nek. Topondernemster worden met Cecilia of top televisiepersoonlijkheid? Oeh, die is moeilijk. Hetgeen wat het meeste geld opbrengt. Shmoney. Jasmin, ik ben wel heel blij dat ik je niet moest aankondigen, want ik dacht dat uw naam Pierre was. Ja! Maar ik ben toch niet de enige, toch? Nee, iedereen, heel veel mensen denken, of Piraar op zijn Frans. Ja. Maar het is dus Piraart. Oké, okay, ik ga op zijn Belgisch. Belgisch, Vlaams. Vlaams. Voor één zijn altijd vastgezet Piraart. Voilà. Piraart. Voilà. Ja, misschien om te beginnen. Hè. Wij kennen u vooral dan van X on the Beach, Temptation Island en ik denk misschien de meeste mensen. Mm-hmm. Hoe zijt je daarmee begonnen? Hoe zijt je daarin gerold? Temptation Island was eigenlijk... Dat is ondertussen denk ik ook al 4 jaar geleden. Mm. En dat was eigenlijk als een grap is dat begonnen. Want ik wou eigenlijk nooit echt... Want ik zei altijd, was Temptation. Ik ga nooit meedoen. Temptation. En dat is eigenlijk als een grap hebben mijn vrienden mij ingeschreven. Oh my god. En ik wou eigenlijk helemaal niet meedoen. En toen bleven ze mij bellen. En ik dacht van ja, ik ga gewoon. Ik kwam net uit een relatie, dus ik dacht, fuck it. Ik ga gewoon naar Temptation Island. What's the worst Island. That can happen? Ja, jullie gaan ook, we gaan ook naar Thailand. Ik dacht, ik ben nooit in Thailand geweest, dus dat is leuk voor de eerste keer. Oh my god. En dan zie ik daar wel hoe alles... gebeurt. En met X on the Beach hebben zij mijzelf gevraagd. Mm. De eerste keer was ex van Messi dus. En toen ben ik echt heel laat nog gekomen. Dus ik ben ook niet zo lang daar geweest toen de eerste keer. Mm-hmm. En de tweede keer hebben ze mij ook weer gevraagd. Oké. Okay. Dus je bent opnieuw gevraagd geweest? Ja, ik heb 2 keer meegedaan met X on the Beach. Ah, oké. Okay. Eén keer hebben ze All Stars en... 1 keer hebben ze een normale X on the Beach gehad. Oké. Okay. Ja. En je zegt dan, je kwam juist uit een relatie. Is dat een relatie waar je getrouwd was? Ja. Ja, oké. Okay. En je dacht gewoon van, fuck it. Ja. Fuck married life. Ik ga leven. Ja. Ja. Eigenlijk stiekem was ik nog getrouwd toen. Maar echt? Dat was ook helemaal in de media gekomen. Oké. Okay. Maar ja, dat heeft ook heel lang... Een scheiding duurt heel lang. Ja. Yeah. En ik dacht van, oké. Ik ga gewoon lekker naar Temptation. Ik heb niks te verliezen in ieder geval. En ik kwam net in een relatie, dus ik dacht... En hoe oud was je toen? Ik was toen... Ik ben heel jong getrouwd. Ik ben om mijn 19e of 20e getrouwd. Wow. Allee, join the club. Ja. Ik was 21. Ja, zie. Nice. Bij mij is het niet zo goed afgelopen. ik ben niet zo lang getrouwd geweest. Nee. Nee. Oké, maar ja, je was ook heel jong uiteindelijk. Ja, ik dus... was echt jong. Ik was dus 20 jaar of zo, of 21 toen ik Temptation deed. En hoe komt dat jullie zo jong trouwden? Gewoon
Ja, hij was een Turk. Ah, ja. Dus bij hen is het gaat het allemaal heel snel. We kennen elkaar ook echt nog maar kort. En ik was jong en naïef. Mm. Ik was echt 19 of 18 toen ik hem leerde kennen. En ik ben toen van school gegaan. En toen is alles eigenlijk heel snel gegaan. Ja. En binnen het jaar waren we getrouwd eigenlijk. Okay. Heel snel. Okay. Maar nog sneller waren we weer uit elkaar. Je zegt van ja, ik ben maar een paar dagen op Ex on the Beach geweest. Maar het is wel, denk ik, dat je voornamelijk daar echt heel bekend bent geworden. Niet ja, na dat programma. Klopt. Hoe heb je dat eigenlijk ervaren? Ik vraag me af, is dat allemaal in scène gezet? Of ja, hoe zit dat programma in elkaar? De eerste Ex on the Beach was ik inderdaad maar een paar dagen daar. En ik zag wel dat mensen heel veel deden voor de camera, zeg maar. Expres mm-hmm. een beetje. Maar voor mij, ja, ik had nog nooit Ex on the Beach gedaan. Dus ik dacht van ja, oké, ik kom er nieuw in. En die anderen zaten natuurlijk al een paar weken daar in die villa. Mm. En die waren dus al langer bezig. En die waren al helemaal into de camera's. Ja, into het maken van het programma. En ik was echt daar, omdat ja, dus een serieuzere ex van mij daar zat. En ja, voor mij was het niet echt fake, zeg maar, de eerste keer. De tweede keer is er heel veel gespeeld geweest. Maar toen, ja, Ex on the Beach. Kijk, reality TV is nooit 100% real. Nee, dat is waar. Er zit heel veel fake. Dus of ze zeggen, je moet nu drama gaan maken. Mm. Ja, dan moet er drama gemaakt worden. Ja, want dat is ook wat ik mij afvroeg. Bijvoorbeeld, je wordt dan zo heel veel... dat wordt heel veel uitvergroot allemaal. En je denkt dan ook echt... vanuit ons standpunt lijkt het alsof je ook echt zo'n dramapersoon bent of zo. Maar hoe je hier binnenkomt, zou je dat nooit zeggen. Dus dat is wat ik mij afvroeg. Is dat dan... Zijt je dan echt zo, of is dat gewoon een beeld dat naar buiten is gebracht? Of zit je echt diep van binnen, zo'n softie? Eigenlijk ben ik... De mensen die mij kennen, die weten dat ik echt softie ben. Mm. Maar ja, daar... Ik heb niet zoveel geduld met sommige bepaalde mensen. En ook bijvoorbeeld met mijn ex, met Messi. Ik was heel boos ook op hem. Dus ik was ook boos daar. En ik was ook echt slechtgezind daar. Dus ik had geen... Ex on the Beach was niet zo leuk voor mij de eerste keer. En ik ben eigenlijk... Toen was ik wel een beetje agressiever dan nu. Mm. Ik ben heel rustig geworden. Ondertussen is het ook al 3-4 jaar geleden ondertussen. Mm. Maar drama. En heb je zo ergens waar dat je zo... dat je echt zo zegt van... Wow, daar heb ik nu echt spijt van. Of dat zo heb ik nu achteraf van... Dat had ik niet moeten doen. Ten eerste dat ik bijvoorbeeld seks heb gehad op tv. Ja. Dus dat is zo met Ex on the Beach... Wat zei uw ouder? Als ik maar vraag, wat zei uw ouder? Ja, ik heb gezegd tegen hun, alsjeblieft, niet kijken. Ik heb zelf ook niet meer teruggekeken. En hebben ze dat gedaan? Hebben ze effectief niet gekeken? Ik denk dat ze stiekem wel hebben gekeken. maar ik heb een gewaarschuwd. Alsjeblieft niet. En dan een maand thuis niet binnenkomen. Ja, ik heb er niet... We praten er ook thuis niet over. Nee, dus zou ik ook niet. Ik praat er... Nee. Okay. En het vechten misschien ook wel. Want dat is een beetje, was echt heel heftig ook allemaal. Ja. Maar ja, dat was, er is zoveel alcohol ook in het spel. Mm-hmm. Ik ben geen één dag nuchter geweest daar. We krijgen heel weinig eten op Ex on the Beach, speciaal. Voilà. Dat is ook een tactiek vanuit de productie. Tuurlijk, dat wij zeg maar heel weinig eten door de dag krijgen. Omdat we dan hangry zijn in de avond. Ja. En in de avond krijgen we heel veel alcohol. En ja, natuurlijk, er is niks op onze maag, dus we worden heel snel zat ook. Tuurlijk, dus dat is ook iets wat ik mij afvroeg, want bij Love Island in UK bijvoorbeeld, je ziet nooit mensen eten. Nee. Hoe ben maar ik dan het drinken? Ja, het eten bij hun is drinken ook apart, niet, maar eten komt drinken gewoon niet in beeld. Alcohol is één glaasje, denk ik. En bij Ex on the Beach mogen zoveel ik gewild drinken. Ja, dus. Daar hebben ze echt kannen zoals klaar zijn, tequila, flessen wijn. Oh, oké, wij zouden nooit overleven daar. Nee. Maar dan snap ik wel waarom er drama is. Ja, snap ik ook. Want als er geen alcohol was, was het programma niet zelf. Nee, dan had ik nooit gevochten ook. Als ik niet zat was geweest, had ik nooit gevochten daar. Oké, nee. Let's blame the alcohol. Ja, blame the alcohol. Maar ik had ook wel wat artikels gelezen dat je in een gewelddadige relatie kwam. Was dat dan die waarmee je getrouwd werd op jonge leeftijd? Ja. Moet wel heel heftig geweest zijn. Ja, als je nog maar zo lekker zegt, 19 jaar was. Ik was super jong. En hij was gewoon echt... Hij was ook al een heel stuk ouder dan mij. Ja. Hij was toen 28 toen we waren getrouwd. Mm. En het was echt een heftige relatie. Het was elke dag drama. En ik werkte, hij werkte niet. En dat was altijd... En hoe kijk je daar nu op terug? Nu denk ik van, het heeft me toch gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Dus het is misschien iets... Ik heb nooit echt spijt van dingen.
Ik had het misschien anders kunnen doen. Maar het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben. En ik denk, ja, dit had ik moeten meemaken om... te zijn wie je bent. Ja, ja. Dat is misschien... Allee, misschien niet in die situatie. Ik wou zeggen, uit zo'n zaken kun je iets leren. En als je dat dan meeneemt naar de toekomst... Maar ja, dat had nu niet per se moeten gebeuren om iets te leren, vind ik dan wel. Maar allee, is dat iets wat je bijvoorbeeld wel... moet ik zeggen, die ervaring wel meeneemt naar je volgende relaties? Ja, tuurlijk. Dus je hebt meer boundaries of zo misschien? Ja, zeker. Okay. Ja, dan zodra iemand agressief is, dan is het... Dat triggert direct. Ja, dan is het de deur. Maar dat is ook met kleine dingen. Allee, ik kan me inbeelden. Ook met de kleinste dingen die ik zeg maar zie. Of bijvoorbeeld als... Ik had wel van als mijn ex bijvoorbeeld mijn hand... Of als we ruzie hadden of mijn hand... En dan zei ik ook van... Pas op, hè. Ja. Maar hij... Er was één ex die er zeg maar echt wel rekening mee hield. En die dan ook wel echt zei van... Sorry, ik weet het verleden. Dus. Ja. Maar ja, dat zijn wel dingen die ik meeneem naar... onbewust eigenlijk. Hè. Het is niet tuurlijk, dat ik er echt mee bezig ben. Mm-hmm. Maar er zijn zeker dingen die ik meeneem naar mijn volgende relaties. Ik heb u ook... tijdens corona volgde ik u al, denk ik. En heb ik daar een filmpje gezien. Of dat had ik ook heel uitgebreid op social media gepost. Van dat je een feestje had gegeven. En dat iemand u in elkaar had geslaan. Mm-hmm. Op een heel heftige manier. Ja, dat heb ik ook gezien. Is dat dan iets wat u terugkatapulteert naar het verleden? Ja, zeker. Allee, ik kan me inbeelden dat voor u een trauma was. En dan opnieuw een trauma is. Zeker. Maar ja, het is wel een heel andere... Hoe moet ik het zeggen? Een heel omstandigheden? Heel andere omstandigheden. Die jongen kende ik ook amper. Dus het was een beetje mijn eigen schuld dat ik die in mijn huis heb gelaten. Maar dat was dus een vriend van toen, mijn beste vriend. Mm-hmm. En ik dacht van, ik vertrouwde te snel mensen in mijn huis. En ik dacht van, het is gewoon leuk. Ik was de enige die alleen woonde ook. Ja. Ik heb wel tegen iedereen gezegd, ik wil geen drugs in mijn huis. Dat wil ik allemaal niet. Ik wil geen superzatte mensen. Ik woonde daar ook pas. En die dingen zijn toch gebeurd uiteindelijk. Ja. En misschien stond de vraag wat uw neus was gebroken, herinner ik me. En je had een blauw oog. En... Ja, mijn gezicht was helemaal, helemaal vermengd eigenlijk. Hè. Ik had hier een scheur of zoiets in mijn wenkbrauw. Mijn neus was gebroken. Wat had ik nog? Heel mijn gezicht was van alles gebroken. Oh my god. En in mijn nek en mijn rug ook. Heb je er iets aan overgehouden? Want je ziet wel mijn niks, nek maar. Wel. Mijn neus, die is... ik heb er niks meer aan laten doen. Want ik dacht... Dan moet je toch echt wakker worden de volgende ochtend en denken van... What the fuck is net gebeurd? En zeker omdat hij met heel andere verhalen kwam. Er is nu, ik kan daar niet te veel over zeggen, want ik ben nog met een zaak bezig, al 2 jaar. Okay. Dus ik heb er wel echt een zaak van gemaakt, want dat laat ik niet zomaar. Ja, hij heeft toen die nacht ook maar drie uur in de gevangenis gezeten. Maar wel goed dat je voor jezelf opstaat en er toch mee verder gaat en niet gewoon laat voorbij gaan. Dat zou ik nooit. Want zeker omdat hij ook met heel andere verhalen is gekomen. Want de dag erna kwam hij wel van, sorry. En ik denk, sorry? Ik lig in het ziekenhuis. Ja, tuurlijk. Ja. Sorry is te laat dan. Ja. Wow. Maar denk je dat nu al die innerlijke veranderingen er ook voor gezorgd hebben dat je dan misschien uiterlijke veranderingen wou doen? Nee, ik denk niet echt dat er... Toch losstaan van elkaar. Ja. Want je hebt toch meegedaan aan het programma Chasing Beauty, documentaire-reeks waar je vertelt over dan natuurlijk plastische chirurgie. Mm-hmm. En hoe is dat dan in zijn werk? Want ik kan me inbeelden dat de vrienden je niet hebben ingeschreven daarvoor. Nee. hebben zij u benaderd? Of? Ja, zij hebben mij benaderd. Eigenlijk wou ik het niet doen. Ja. Omdat ik dacht, het komt te dichtbij. En ik ga pijn lijden en ik ga naar Turkije. En het is, want ik laat het al allemaal op Instagram zien natuurlijk. Ik ben heel open erover, dus... Van mij weet iedereen al. Dat vind ik wel cool. Ik wou juist zeggen, ik vind dat zo cool dat je er zo open over kunt spreken. Heel anders dan de Kardashians, want die... Ja, kijk, dat vind ik natuurlijk... Iedereen, het is duidelijk dat zij dingen hebben gedaan. Zwaar. En dan vind ik het ook... Er zijn heel veel mensen die er niet openlijk voor durven uitkomen. Mm. Maar ik denk van... Ik doe wat ik wil en anderen, als het hun niet aanstaat, sowieso. Dat is ook... En veel mensen hebben daar ook uiteindelijk iets aan. Want ik had pas gelezen dat bijvoorbeeld... 75% van de vrouwen niet blij is met hun borsten. Mm-hmm. Dus ik denk mijn dat borst had ik heel lang. Op mijn 15 of zo vroeg ik al aan mijn mama, maak ik een borstvergroting op mijn 16e, voor mijn 16e verjaardag. Dus ik had het, dus dat is ook het eerste wat ik heb gedaan, dat had ik ook al lang in mijn hoofd. Ah, dus het eerste dus was dan de borstoperatie? Mijn eerste operatie was mijn borsten. En mag ik dus alleen dan vragen, waarom heb je dan uiteindelijk ja gezegd bij Chasing Beauty? Want... Ik kan me inbeelden dat 80% van de mensen die daarnaar kijken, daar een judgy oordeel over hebben en toch gaan zeggen van, dat moet toch niet? Ja, gelijk, wat dacht je dan van, ik ga dat toch doen?
Omdat ik dacht van, oké, ik krijg nog steeds heel veel de vraag over wat ik doe, hoe ik het doe, met welke dokter ik het doe. En mm-hmm. het proces gewoon op Instagram. Want op Instagram laat ik misschien de before en after zien. Maar dan volgen ze me echt op de voet daar zelf. Dat zijn dingen die ik zelf niet kan posten. Dus ik dacht van, misschien is het wel leuk om uitgebreid een keer aan iedereen te laten zien hoe dat het eraan toe gaat. En ja, kijk, er zijn heel veel mensen die het in een depressieve mindset, zeg maar, daar naartoe gaan. Of door een ex zich slecht voelen. Mm. Of heel onzeker zijn. En ja, ik heb het gewoon gedaan omdat ik was ook heel happy op de aflevering. Ik was zo, ja, ik ga dat doen. Dus ja, ik ben er gewoon blij mee. Omdat ik, ja, het is gewoon iets wat ik wil doen voor mezelf. Je doet dat echt voor jezelf. Ja. Okay, dus. En ik denk, we leven in 2022, mm-hmm. bijna 23. Alles kan teruggedraaid worden. Als ik het weg wil, kan het weggehaald worden. Hetzelfde met siliconen. Als die weg moeten, kan eruit. Ja, alles kan terug. Als ik binnen 10 jaar zeg, ja, ik wil het niet meer, ja, dan kan ik het gewoon weg laten halen. En heb je al eens spijt gehad? Want je zei daarnet toch dat je zo impulsief bent. Ik ben dus heel impulsief. Dus is er dan al een operatie geweest waar je nu spijt van hebt? Niet echt spijt. Bijvoorbeeld, kijk, mijn billen hebben ze gefilmd, maar die hebben dat is groter geworden dan dat ik had gedacht. Dus daarom dat ik nu echt healthy probeer te zijn en probeer te sporten, zodat het een beetje meer in proportie is. Omdat ik wel heel veel was aangekomen voordat ik die BBL ging doen. Ik was 20 kilo zwaarder. Want dat moet toch? Ja, dan moest ik was echt over de streep gegaan. Wat dacht je, yes, ik mag bijkomen. Ja, ik dacht, ik ben blijven eten. Say no more. Ja. Free pass. Zoals mijn dokter zei van, ja, na die BBL moet je echt gaan sporten. Mm-hmm. Dus, maar ja, ik heb er dus een jaar mee gewacht. Maar nu ben ik wel echt intensief. Mijn borst heb ik ook eerst problemen mee gehad. Oei. Met te grote, klein, zakken, lift, of alles heb ik meegemaakt. Ik heb ze 3 keer of zo laten doen, of 4 keer. En je doet alle operaties in Turkije? Ik heb bijvoorbeeld mijn borst, dat heb ik 3 keer in Turkije laten doen, 1 keer in België. En die in België is helemaal mislukt geweest. Oh nee. Ja, dus ze zeggen wel van Turkije omdat het goedkoper is. Maar ik denk, die dokters die doen zoveel meer operaties op een dag, dat die er zoveel meer ook van kennen, denk ik dan persoonlijk. Want in België is het niet zo gekend om BBL's te doen of hele grote borsten te doen. Alles is heel natuurlijk. Dus ik denk dat ze in Turkije er ook wel meer kennis van hebben. Ja. Want in België hebben ze dus... ik ben wakker geworden met een litteken boven mijn navel toen ik mijn borsten heb gedaan. Wat? En ik dacht, en mijn borsten waren echt botched. Dat was echt... Oh nee. Maar je zegt net, ik heb heel graag natuurlijk... ik heb niet graag natuurlijk... Turkije? Ja, omdat ze zeg maar meer kunnen, bijvoorbeeld met mijn BBL. Ze hebben denk ik 5-6 liter weggehaald van vet. Oh, wow. Dus dat zouden ze in België nooit doen. Die limieten zijn... Denk anders opgeland. Ja, voor qua gezondheid. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld is dat nog erger. Ja, daar kunnen ze heel veel vet weg. Ja. Maar dat is ook heel gevaarlijk wel. Ja, heb je dan geen schrik voor zo'n ik vertrouw mijn... Ik heb gewoon echt 2 vaste dokters nu. En ik vertrouw hun ook gewoon echt. Oké. Ze doen het gewoon goed. Ze gaan gewoon happy naar je toe. Ja, ze kennen mij ook gewoon al. Dus alsof ik thuis kom. En Jasmin, als je dan zegt van... Ja, mijn billen zijn groter uitgevallen dan dat ik wou. Betekent dat dan ook... Uw hele kleerkast aanpassen aan andere broeken en maten. Ja, zeker nu ook, is een BBL is smalle taille. En mijn bil die zeg maar groter is uitgevallen. En dan moet ik echt broeken kopen die veel groter zijn. Laten inmaken. En dan laten innemen in mijn taille. Ja. Of leggings en trainingsbroeken. Is er iets van hinder wat je daarvan ondervindt? Slapen, is dat allemaal nog even gemakkelijk? Ja, ik voel eigenlijk... Het is ook met vet gedaan. Ik denk als het met siliconen zou gedaan zijn, dat het echt... Want bijvoorbeeld met mijn borsten heb ik het wel gezegd, want ik ben echt een buikslaper. En met siliconen erin is het wel iets moeilijker. Maar bijvoorbeeld mijn billen heb ik... Qua slapen en zitten en zo heb ik eigenlijk echt geen problemen. Oh. Mm-hmm. En voelt je ook zelf zekerder door die operaties? Of is dat... Jawel. Niet veel... Ja? Jawel, ik denk het wel. Er zijn ook gewoon dingen die bijvoorbeeld mijn borsten, wat ik al sinds ik 15 was. Dus dat is... Dat is waar, dat een BBL was toen nog niet in. Dus toen wou ik skinny zijn met grotere borsten. En maar nu, nu alles is het veranderd. Helemaal anders. Ja, maar ik vind ook wel, ik snap wel, bijvoorbeeld ook, ik heb ook wel een beetje botox en zo. Maar dat maakt u inderdaad wel, dat maakt u gewoon zelfs zekerder. Ja. Want als ik in de spiegel kijk en ik zie die hele tijd die rimpel tussen mijn ogen. En dat stoort me zo maatloos. De meisjes zeggen dan ook zo vaak,
ik zie dat niet. Ja, je zit ook gefixeerd, we zien dat niet. Maar uzelf stoort dat. En als dat dan weg is, is dat voor uzelf gewoon veel leuker. Dat is waar. Zelf daarom is het ook het ding, want ze zeggen ook altijd van... Ze doen het voor anderen en voor anderen. Nee, ik doe het niet, ik doe het voor mezelf. Mm-hmm. Ja, voilà. Ja. Maar ik ben wel heel streng op mezelf, zeg maar. Want ik wil er altijd picobello uitzien. Maar ja, dat is dus het ding. Als je dan één ding ziet... En ze gefixeerd, hè? Ja, dat is vanaf dat gedaan. Dat is het probleem. Eens je gefixeerd raakt... Dus, ik ken niemand die dat zo fel heeft als Mich. Ja. Mich kan zo bijvoorbeeld één puntje zien of zo. En die kan... Ja, je hebt dat dan... Dan moet wij... Dan gaat hij neer in mijn hoofd. Ja. Ja, ik ook. Zo ben ik ook. Ik moet daar direct de volgende dag iets aan doen. Je hebt redelijk veel operaties aan laten doen. Wat is het eerste wat je hebt laten doen? Ooit? Ook misschien lippen of... Ja, dan denk ik wel mijn lippen. En hoe oud werd je toen? Dat was ook, dat was na Temptation Island. Oké, dus op Temptation Island werd je echt volledig natural eigenlijk? Temptation Island was ik natural. Toen had ik nog niks laten doen. Ik was echt heel skinny ook. Oké. Ik was 50 kilo denk ik toen daar. Mm-hmm. En is dat dan zo dat die... we hebben dat bij heel veel mensen gezien. Is dat dan ook zo dat die dokters van Turkije u effectief benaderen na zo'n programma, omdat ze dan nu gratis operaties aanbieden? Ik heb wel heel veel... Nu nog steeds heel veel ziekenhuizen die dokters die mij benaderen. Maar ik heb die dokter zelf benaderd, omdat ik zijn werk gewoon heel goed vond. Okay. En ook degene die mijn lippen doet en zo, die heb ik allemaal zelf benaderd. Ik heb ook wel anderen die mij benaderen, maar... Je moet wel waar je zelf bijvoorbeeld. Ja, snap ik. Ja, dat is ook wel goed. En je hebt nu toch wel wat laten doen, maar denk je dan zo niet soms van... Oei, waar ga ik kunnen stoppen? Of wat is het volgende wat ik ga willen? Want nu is bijvoorbeeld dan dit uw ideaal... Met zo'n smalle taille en misschien een poep, maar wie was het volgende waar je aan zou denken van oei, dit zou ik misschien nog willen doen? Of zit je nu echt 100% tevreden? Nu, ik ben persoonlijk wel tevreden, buiten dat ik mijn billen dus iets kleiner eigenlijk wou dan dat zou zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk met sport en dan zie ik zelf wel hoe het eruit gaat zien. Want ik ben nu volop aan het sporten, dus ik ga nu nog niks veranderen. Eerst kijken, want... Je kunt blijven operaties doen en operaties doen, maar uiteindelijk is het niet gezond om alleen maar operaties te blijven doen. Dus ik denk, dus je eerst ook mentaal en om te sporten en gewoon je moet voelen in je lichaam en gezond moet zijn, voordat je denkt aan zulke operaties. Ja. Maar dat is niet bepaald iets wat ik nu wil doen. Doe maar, Chatty. Nee, ik wou zeggen, ik heb gehoord dat je goed bent in Pilates. Ik doe mijn best. Ja, ik ben er wel mee begonnen, maar het is moeilijk. Het is echt zwaar. Ja, al 5 jaar doe ik dat. Probeer de meisjes al 5 jaar lang dat te laten doen. We gaan. Ja. Bij mijn thuis, 2 minuutjes bij mij van thuis vandaan, is een pilatenstudio. En we zijn al elke week bezig van dan of dan. En het komt er zo niet van, maar volgende week gaan we. En Pilates is echt in nu, hè? Ja, ja, ik zie Lori Harvey en ik denk... Ja, haar lichaam is echt perfect. Maar kennen jullie de Garuda? Nee. Dus dat is iets groter als een pilatesmachine, maar dan heb je... Dat is een soort van kooi. En dat is nog beter eigenlijk voor echt je core te trainen. Ja, doodgaan. Ja. Dat is echt doodgaan. Dus dat is misschien wel kunnen. Dus dat is het volgende op de lijst, Jasmin. Ja. Jasmin, ik vind het wel ook cool dat je zo open bent. Is dat iets wat jij graag wilt doen voor de maatschappij? Dat chirurgie bespreekbaar maken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het is zo lang een taboe geweest. Dat ik denk van, oké, kijk. We leven nu dus al, zoals ik zei, in 2022. Mensen hoeven zich niet te schamen. Als ik iets wil veranderen aan mezelf, dan doe ik dat gewoon. Ja. Zonder dat ik daarover hoef te liegen. Maar vind ik ook, het is toch zichtbaar. Dus waarom ga ik erover liegen? En heb je zo jonge meisjes of gewoon vrouwen in het algemeen die je dan benaderen en zo vragen van, hoe is dat? Heel veel. Daarom is dus, alleen daarom heb ik eigenlijk het programma gedaan. Om toch te kunnen laten zien aan degene waar ik nog zoveel vragen van krijg. Om het zeg maar, toch dat zij zeg maar alles weten en voordat zij het zelf willen doen. Dat ik al alle informatie heb kunnen geven. Want er zijn zoveel slechte dokters. Er zijn zoveel goede dokters, slechte dokters. Het is niet alleen Turkije, dat is ook nog een taboe in Turkije. Mm-hmm. Maar ik denk, als je gewoon een goede dokter vindt, dan... Zwaar. En er heel goed over nadenken. En heb je nu het gewoon zo dan net gevraagd, of dat het de bedoeling was om bespreekbaarder te maken, maar heb je het gevoel dat het ook al bespreekbaarder geworden is nadat je hebt meegedaan nu? Er wordt meer over gesproken. Toch wel. Maar het is wel nog een taboe, zeg maar. Mensen zijn er wel nog heel...
negatief tegenover. Mij persoonlijk raakt het niet. Want ik denk van ja, het is mijn lichaam. Ja. Maar ik denk dat wel dat het andere mensen wel zou kunnen raken. Daarom denk ik ook dat heel veel mensen er ook nog over liegen. En niet eerlijk zijn erover. Ja, omdat maar... het gewoon zo negatief nog wordt geplaatst. Maar dus negatieve reacties, dat doen nu eigenlijk niet veel? Kijk, ik ben een mens. Ja. In het begin, met Temptation Island, deed het me heel veel. En nu ben ik al een paar jaar verder. Ja. Ik heb echt al alle reacties gehad die je kunt bedenken. En nee, laat het mij. Weet je, die mensen die kennen je ook niet. Die mensen kennen mij. Het zijn meestal nep-accounts die ook me sturen. Ja. Ja. Het zijn misschien kinderen van 12 jaar. Ja, wat ga ik doen? Of misschien zelfs... Ik heb al haatreacties gehad van mensen van in de 50, 60. Ja. Die zijn erger dan de jongeren. Ja, wij pas maar dan denk je... Ja. Die zijn heftiger, hè? Ja. Wat was dat weer? Dat was op Instagram. Van... Stop bij... Ben je weer aan het party? Ja. Ga naar je kinderen of zo? Ben eens een... Zijn eens een goede mama of zoiets? Of zoiets. Ja. Kijk, persoonlijk als ik moeder zou zijn... Kijk, dat zijn dan wel reacties die mij wel echt pijn zouden doen. We hebben daar ook allemaal op gereageerd. Over kinderen moet je bij mij echt niet beginnen. Nee. Wel spottend op gereageerd. Ja, duidelijk maken. Ik moet wel zeggen, na zoveel jaar heb ik wel echt een olifant uit. Ik denk dat er heel weinig reacties zouden zijn dat mij nu nog iets doet. We lachen daar ook gewoon mee als dat voorvalt. Dus zoals je zelf zegt, hoe ouder je wordt, hoe meer je denkt van... Ja, en hoe langer je erin zit. Het, want ook, je zegt zelf, ik ben zelfzeker, dus de rest doet er ook niet toe. Ja, klopt. Jasmin, we doen ook bij elke gast het rubriekje Break Down the Outfit. Dus je mocht je outfit dus zeggen van je schoenen tot aan je corset, wat je dan aan hebt. De prijs ook? Nee. Dit is Zara, denk ik. Heb ik al heel lang de schoenen. Dit is Fashion Nova, denk ik. Mm-hmm. Deze heb ik op... Ik weet niet meer waar ik deze heb. Wel, ik denk ook Fashion Nova, denk ik. Zo cool. En de blazer die ik aan had, was van mijn papa. Oh, vintage. Ja. Ik wou een oversized blazer en hij heeft echt van die oversized blazers. Dus, dat is cool. Cool. Maar nu misschien genoeg over, want we hebben heel veel over uiterlijk gepraat en al die dingen. Maar je bent natuurlijk veel meer dan dat. Jij hebt bijvoorbeeld je eigen swimline. Mm-hmm. Jij doet eigenlijk van alles daarbuiten ook nog. Wat zou je zeggen dat je grootste inkomensbron is momenteel? Momenteel, ik ben pas begonnen met mijn swimline, dus dat is nog heel opkomend. Cecilia, denk ik, hè? Ja. Momenteel is het wel nog het influencer zijn eigenlijk. Okay. Ik haat het woord influencer. Maar dat brengt wel meer geld op het brands die u dan benaderen en zo, ja. Ik werk ook meestal met brands na zoveel jaar. Ja, eerst werkte ik echt met Belgische en Nederlandse brands. Mm. Die hebben meestal een kleiner budget. Maar nu werk ik echt wel met grotere brands van Amerika en UK. Zoals? Die hebben ook Pretty Little Thing, Fashion Nova, Farfetch heb ik al eens gezien. Oké, met Farfetch ook. Dat is wel heel cool. Ja, dus dat is echt leuk om te doen. Mm. Dus dat is echt, het brengt veel meer geld op dat mensen denken. Ja. Hoeveel? Nee. Veel juice. Ik wil even nog wel iets vragen. Die documentaire, like Chasing Beauty, word je daar ook voor betaald? Ja, ik ben daar wel voor betaald. Okay. Ja, dat was een positief. Dus je kreeg dan heel je operaties en daarbovenop nog iets, of... Ik heb die operaties kreeg gratis van de dokter. Ook omdat het op tv kwam. En, en van hun heb ik ook nog een mooi bedrag gekregen. Ah. En je zei, alleen boven voor de opname toen we aan het spreken waren, zeggen van ze hebben me eigenlijk ook gevraagd voor een nieuw seizoen van X on the Beach. Mm-hmm. Ik heb dat dan niet gedaan, want snap ik ook, dat ligt niet meer in mijn imago. Ik ben die persoon niet meer. Biedt X on the Beach dan geld aan voor u daar te krijgen? Nee. Ah, dus dat is wel goed. Die mensen doen allemaal gratis. Alles is gratis. Oh, wow. Reality TV is bijna... Bijvoorbeeld Temptation Island VIP, zeg maar. Dat was op Videoland, denk ik. Die zijn wel... Daar krijgen ze wel voor betaald. Maar X on the Beach nooit. Nee. Dus... Wij krijgen wel, bijvoorbeeld... toen wij boekingen hadden in clubs en zo... Kregen wij betaald. En door meer volgers krijgen we meer aanbiedingen op social media. Dus dat is wel... Maar daar zelf voor betaald? Nee. Maar zo al die verhalen, gelijk, als die verleiders met iemand van het koppel slapen, die hebben seks op tv, dan krijgen die geld. Dus dat is allemaal niet waar. Nee. Ah, oké. Okay. Okay. Dat is gewoon de tequila. Ja, maar de Temptation Island is ook wel een beetje nep. Okay. En ik heb misschien nog een vraag. Ik ben er zo nieuwsgierig naar. Kun je het sinds kort ook OnlyFans? Ja.
Nee, maar allee, positief, hè. Ik ben er alweer mee gestopt. Oh, echt? Ja, ja, ja. Why? Ja, nee, ik had OnlyFans aangemaakt, want ik dacht van, ja, ik heb mijn eigen bikinilijn. Mm. En ik wou dat zeg maar een beetje in mijn OnlyFans brengen, om mijn bikinilijn ook te promoten. Omdat er dan natuurlijk betaald wordt om bikinifoto's te zien. Het is niet dat ik naakt ging op OnlyFans. Mm-hmm. Dat zou ik nooit doen. Maar zeg, ik ben wel een win-win dan. Ja, dus ik ben wel... Ik kreeg dus inkomsten binnen van mijn bikinilijn. En van OnlyFans, wat eigenlijk ook met mijn bikinilijn te maken had. Oké, okay. Dat is wel slim gezien nog. Ja, maar OnlyFans hoeft ook niet altijd heel erotisch of zo te... En de bikinifoto's zijn eigenlijk foto's die ik op mijn Instagram plaats. Het zijn eigenlijk zulke foto's, dus niks te... Maar zo is OnlyFans ook begonnen. Het was helemaal niks. Was het niet zo? Ik dacht dat het eerder was dat bijvoorbeeld dan bekende mensen die posten zo hun alledaagse dingen. En mensen die dan echt fan waren, die betaalden daarvoor om dat te zien. Ja, en uiteindelijk is dat meer zo wat seksistisch geworden. Ja. Seksistisch is misschien niet het juiste woord, maar meer zo die richting uitgegaan. Ja, maar ja, allee... En is dat ook de reden dat je ermee gestopt bent dan? Ja, nu denk ik van, ik kreeg wel hele rare vragen op OnlyFans. Ah, en ja, ik dacht die van, DM's. Really, denken jullie echt? En ook gewoon, van zodra mensen zien dat ik OnlyFans heb, krijgen ze direct een heel ander beeld. Terwijl het eigenlijk, ik heb er heel goed over nagedacht en ik deed het met een doel. Dus het is niet dat ik gewoon naakte foto's op OnlyFans zet om geld te verdienen. Maar ik dacht van, ik ga ermee stoppen. Ik heb nu mijn bikinilijn gelanceerd, dus nu is het voor mij ook gewoon goed geweest. En zeg zo'n gekke DM wat ze gestuurd hebben. Oh, voetfoto's. Ah, voetfoto's. We moeten dat gewoon doen. Ja, ik heb niet hoeveel voetfetishes. En waarom zou je dat doen? Nee. Nee? Oh, nee. Oh my god, ik vind dat echt mensen. Ja, nee, ook niet. Ja. Een voet maakt toch niet uit? Nee, maar dan denk ik van... Waar stop ik? Hun echt ik aan wil ik niet of... Ja. Dan wil ik... Nee. Nee. En wat zouden zij dan geven voor een voetfoto? Ik zou het echt niet... Ik denk... 300-400 euro of zo. Ik stuur er even mensen, mannen zijn sommige mannen zijn gek. Hè? Die op daarom OnlyFans is... ik dacht, denken jullie echt dat jullie voetfoto's van mij? Nee, oh my god. Nee. Maar over uw swimline dan. Want we hebben dat bekeken, we vonden het heel leuke bikinis. Dat gaat goed dan. Dus, allez, hoe lang ben je daar nu mee bezig? Ik ben nu eind augustus ben ik begonnen. Oké. Het is wel een beetje laat op de zomer dat ik ben begonnen, want door corona zijn de items heel veel vertraagd in de zomer. Maar ik blijf er nu mee verder gaan. Ik heb nu even een pauze, een break-in gelast om mijn website helemaal te vernieuwen terug. Yeah. Want toen heb ik alles heel snel moeten doen, omdat het zo laat ook was gekomen. En dan gaan we er gewoon terug verder. Yeah. Dus nu ben ik eigenlijk gewoon alles aan het vernieuwen, de pagina. Je doet dat wel zelf? Ja. Ja. Okay. Probeer alles zelf. Mm-hmm. En hoe doe je dat met die foto's? Want ik had bijvoorbeeld gezien je foto's van die je dan post voor Pretty Little Thing en zo. Die zijn wel echt professioneler. Doe je dat samen met iemand? Of vind je dat zelf allemaal? Ja, ik heb wel een content creator die dat allemaal voor mij... Die helpt mij ook met bijvoorbeeld PLT. Daar heb ik dus samenwerkingen mee. Maak ik 5 outfits of zo. Hele outfits voor een maand, zeg maar. Mm-hmm. En dan kiest die persoon zeg maar ook mee. Dan kiezen wij samen de outfits. Ja. Dan maken wij foto's. Dan betaal ik hem voor zijn werk. En zo gaat het eigenlijk. En hoeveel... tijd spendeert je daar per dag aan? Ik ben eigenlijk niet echt... Hoeveel ik ook op Instagram zit en post, ben ik eigenlijk niet zoveel ermee bezig. Ik maak misschien 1 keer om de 2 weken of om de week doe ik een shoot om die kleren dan allemaal te shooten. En dan heb ik gewoon alles klaar liggen en dan post ik het gewoon op de dag dat het moet gepost worden en verder... Ben ik echt dus nu kunt je wel, als je nu swimmer alleen even op on hold hebt, en dan heb je eigenlijk wel gewoon door de dag gewoon chill. Je kunt zelf indelen hoe je dag gaat eigenlijk. Ik heb altijd mijn eigen baas, zeg maar, willen zijn. Mm-hmm. Dus of het nu met Instagram is, of mijn swimwear of iets anders. Dat ik altijd, zeg maar, zelf mijn dagen kan invullen. Dat is wel nice. Allee, ik heb nu toch super veel om handen dan wel voor... je influencer, je hebt Cecilia, OnlyFans heb je dan wel gestopt, maar heb je toch ook gedaan? Heb je nu nog iets in de toekomst waar je mee gaat bezig worden of ga je vooral focussen op je swimwear? Ik ga me vooral focussen op mijn Instagram, want ik ben die een beetje aan het rebranden ook. Dus dat we nu professionele foto's maken. En mijn swimwear, mijn swimwear is nu voor mij ook het belangrijkste. En daar juist in het dilemma's kwam de vraag van topondernemster of top tv gezicht. Waarom twijfelde je er dan over?
Omdat ik vond het heel leuk altijd om tv te doen. Okay. Ik vind het heel leuk om... eigenlijk alle shows die ik heb gedaan, vond ik gewoon allemaal ook heel leuk om te doen. Mm-hmm. Omdat ik heel graag in de spotlight stond. Nu is het iets minder, nu probeer ik iets minder in de... Omdat toen was ik... Ja, toen was het ook allemaal nieuw voor mij, denk ik. Ja, maar ze hebben ook een reality show willen maken. Dat heb ik ook niet gedaan. Dus dat komt een beetje te dicht bij mij. Ja. Yeah. Wat is iets wat je graag nog zou willen? Dat wou ik ook vragen. Is er zo een programma op tv? In heel de wereld bijvoorbeeld? Hier denk ik gewoon... Ik denk Expeditie Robinson of zo. Ja? Of Dancing with the Stars of zo. Ja. Oh my god. Dat zijn mij ook nog leuk. Dat zijn zo leuk. Dancing with the Stars. Okay. Yeah. Nee, zo algemeen lijkt me dansen ook leuk. Ik ga... Ja. Als iemand van Dancing with the Stars kijkt... Bel Michelle. Of Jasmin. Ik ga het samen meedoen. Maar Expeditie Robinson, oei. Oh nee, ik overleef geen... Ja, dat ik ook niet. Daarom. Ik wil het wel een keer proberen. Geen uur, letterlijk. Oh, ik ben wel heel... Ja, maar zonder camera's dan of zo. Ik weet niet, omdat je... Ja, I don't know. Ik zou het wel willen maar proberen. Maar Millie Love Island zou je toch ook meedoen zonder camera's? Ja, lol. Love Island, ja. ik denk... Hoe moet ik zeggen? Ik denk dat dat wel nog leuk kan zijn. Maar ik denk dat die van UK leuk is. Ja, daar zou ik ook nog wel aan het kunnen doen. Love Island UK. Maar daar heeft een Belgische jongen aan meegedaan, hè? Wie dan? Ja, ik heb elk seizoen gekeken, hè. Oh, noemt hij nu weer. Daar heeft letterlijk... hij was... In de Engelse? Ja, de Engelse. Niet het seizoen dat geweest is, maar die daarvoor, dacht ik. Dacht de winterseizoen. Ik heb echt geen idee. Ik weet ook niet meer hoe die noemde. Maar in ieder geval, die was van België, maar die woonde in Engeland of zoiets. Dus ik kan wel gaan proberen. Jasmin, heb je misschien ook nog een tip voor jonge meisjes die willen meedoen aan zo'n reality-serie als... Ik zou zeggen, denk er heel goed over na. Want het is heel anders dan dat mensen het gewoon op tv zien. Er wordt heel veel ingeknipt en geplakt. En, persoonlijk moest mijn zusje meedoen, zou ik zeggen, niet doen. Okay. Don't do it. Blijf ervan weg. Maar zijn je nu eigenlijk wel blij dat je gedaan hebt? Want ja, je bent daardoor wel Ja, uiteindelijk heeft het mij wel gebracht naar waar ik nu ben. Mm-hmm. Maar het is ook mentaal, die commentaar. Je moet gewoon echt een olifantenhuid hebben. Mm. Om het te kunnen doen, zeg maar. En er zijn heel veel van de mensen die bij mij op tv hebben gedaan, zeg maar, die er echt ook niet tegen konden. En er zijn heel veel mensen die er ook aan onderdoor gaan, zonder dat de buitenwereld er af weet. Dus ik zou zeggen, denk er heel goed over na, but don't do it. En dan misschien nog een vraag, want jij post eigenlijk nooit iets over... boyfriends, of alleszins toch niet dat ik gezien heb. I wish. Dan wou ik jou vragen. Ben je single momenteel? Yeah. Ja, al 2,5 jaar. Oké. Okay. Maar je staat er wel eventueel voor open. Jawel. Of... Maar ik ben wel echt moeilijk. Kieskeurig. Ja. Ik ben echt kieskeurig, ja. Als ik denk dat ik nu ook gewoon meer met mezelf bezig ben. Mm-hmm. Na mijn laatste relatie ook heb ik even heel lang gewoon ook aan mezelf gewerkt en aan mezelf gedacht. Mm-hmm. Maar ja, als het komt, ja, dan is het welkom. Dat is het. Als het komt, komt het. En je kunt het niet tegen. Ik ga er niet naar man zoeken. Eigenlijk. Mijn type man. ik val op donkere mannen. Tall, dark and handsome. Ja, dankjewel. Dan heb je toch recht in Love Island UK. Ja, zoiets. Oké. Okay. Dus en ook tattoos bij een man? Vind ik beide gewoon. Maar tattoos zijn wel... een plus, vind ik. Ja, klopt. Kent je zo die trend op TikTok waar dat vrouwen dan punten bij een man bespreken? Oké, we gaan een voorbeeld doen. Bijvoorbeeld social media bij een man. Ah, zo in een relatie. Oh, ja, in een relatie. Ja. Wat denken we ervan? Hoeveel mogen ze daarop zitten? Hoeveel mogen ze daar niet op zitten? Het mag. Mogen mannen selfies posten? Wow. Ja, het mag, maar ik vind het wel altijd een pluspunt als ze er minder op zitten. Of zo. Ik vind het een beetje low-key. Ja, zo. Low-key, ja. Dat is ik ook liever, denk ik. Ja. Wat vind jij daarvan? Van mij mag het wel, want ja, mijn exen hebben zelf ook... zitten ook op Instagram. Ja. Maar ik zou zeggen, ik wil niet iemand die heel de dag met zijn foto's en Instagram... Nee. Overal waar je komt, zegt die trekken zijn foto van. Ja, nee. Dat zou ik ook echt niet doen. Oké, volgend puntje dan. Girl best friends. Nee. Oh. Nee. Zo van maar stel ook. Dat iemand is waar die echt mee is opgegroeid. Nee. Ik weet niet eens hoe dat mag.
Jullie zijn ook allemaal Kevin zijn beste vriendinnen. Ja. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt, als er één is... Kijk, die ik heb gewoon altijd heel slechte ervaringen erin gehad. Dat een vriendin van mij... Ja, en ik dacht van... Ik heb jij wordt door niemand. Nee. Ja, kijk, of het is... Natuurlijk, ik heb ook jongens vrienden. Dus toen... Ik had het wel, zeg maar, in mijn relaties. Dat ik mijn beste vriendin ken ik 11 jaar, 12 Dus die was ook heel goed met mijn ex, zeg maar. Het hangt er echt van af, eigenlijk. Ik denk, als ik gewoon goed zou zijn met de beste vriendin... Voilà. En ik vertrouw haar en hem samen... Dan misschien wel, maar je moet gewoon echt... Ik denk dat dat het belangrijkste is. Inderdaad, als je aan een relatie begint en die jongen die heeft een girl best friend... Het hangt er vanaf hoe dat meisje met u omgaat. Ja, of hoe close dat je wordt. Dus ik denk dat daar wel inderdaad een beetje dat is heel belangrijk. Zit. Ja, ja. Right. Hebben we nog je? Nee, weet je wat ik wel nog wou vragen? Heb jij misschien zo'n fact over u dat ons allemaal zo verbazen? Ik ben eigenlijk... Ik heb erover nagedacht, maar ik ben heel open, eigenlijk. Misschien dat ik op mijn 15e dat ik misverkiezingen en zo heb gedaan. Dat ik heel lang heb gedanst. Oh, oké. Ja, dat zijn... In België dan? Ja, ja, ja. Ah. Ja, op mijn 15e was ik helemaal into de misverkiezingen. Okay. Door uw ouders dan of zo? Of? Ze hebben mij wel echt... Mijn ouders hebben mij wel altijd overal ingesteund. Dus wat ik ook wou doen, stonden zij waren ze daar met mij. Maar ik wou het ook echt zelf doen. Ja. Maar het was echt... Ja, op mijn 15 was heel grappig. Oh, ik denk niet dat mensen dit verwacht hadden. Nee. Ja, ik heb er ook echt nog video's van. Die zitten heel ver weg, maar ik was echt jong. Ik was de jongste van de groep toen ook. Oh my god. Ja. We zijn toch een andere weg uitgegaan dan. Ja. En ik denk dat het erop zit voor de eerste keer terug. Yes. Het was weer raar om hier samen te zitten in de studio. Beetje dat voelde wel goed aan. Ja. Ja. Maar we hebben wel een heel goede gast gehad. Dus dank u, Jasmin, om langs te komen. Ik voel het voor u ook een beetje mee. Ja, wij wel. Ja? Ja. Okay. Jullie zijn heel lief. Oh. Dus nee, ik vond het echt super. Oh. Oké, een beetje girl talk. Dus dank u wel aan iedereen om te luisteren en te kijken. En volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Tot ziens. Zie je. Woe. Yeah, you better.